Je bankdruk is een onderdeel van het powerliften. En powerliften bestaat uit drie onderdelen. Kniebuigen, bankdruk en deadliften. En ja, bankdruk is dus het tweede onderdeel. Dan kan je misschien uitleggen wat nou precies het powerliften is eigenlijk? Ja, powerliften, wat ik zei, bestaat uit drie onderdelen. Je begint met de kniebuigen, het squat en dan heb je een gewicht met een stang met een gewicht op je nek. Je zakt door je knieën en je gaat weer staan. Nou ja, bankdruk is meer bekend vanuit de sportschool. Hè. Je ligt op een bank en je moet met een stang zakken tot je borst en je drukt het weer uit. En het deadliften is een stang vanaf de grond optrekken totdat je staat. En het verschil met het gewichtheffen is dat je het niet nog eens weer boven je hoofd uit hoeft te stoten. En hoe lang doe je dit nou precies? Ik denk een jaar of 9 en waarvan een jaar of 5 serieus. Ja. En waarom ben je dit precies gaan doen? Powerliften? Een beetje ingerold hier in Amersfoort. Er zijn twee sportschooltjes en die deden voorheen wedstrijden tegen elkaar 1 keer per jaar. En ik ging sporten bij een van die sportscholen en toen werd ik gevraagd, maar wil je niet meedoen? Nou ja, zo ben ik die drie onderdelen gaan trainen en heb ik meegedaan. En dan ben ik er een beetje ingerold. En wat vind je er nou precies zo leuk aan? Het is iedere keer het verleggen van je eigen grenzen. En dus je wil iedere keer sterker worden. En op een gegeven moment denk je van, nu heb je wel een grens bereikt. En sterker en verder dan dit kom ik niet. En je komt nog steeds verder. En ondanks dat ik haar gekregen heb, je wordt steeds sterker. En dat vind ik wel het leuke daaraan. En hoe vaak moet je nou trainen in de week? 4 keer train ik in de week. Ja. En heb je dan ook nog wel tijd voor andere dingen naast het trainen? Jawel hoor. Jawel hoor. Ja, en hoeveel uur train je dan ongeveer per week? Wat is dat? Even kijken. 2, 6. Een uurtje of 10 in de week. En dan, het enige nadeel is dat er veel reistijd bij zit. Hier in Amersfoort kan ik helaas niet goed powerliften. En dus ik reis naar Nijmegen of Alkmaar. Of we trainen in Papendal, in Arnhem. En dat is wat er veel tijd kost. Dus het is echt 4 keer in de week echt een flinke reis maken om goed te kunnen trainen? Ja, veel wel, ja. Oké. Okay. En wat is nou eigenlijk precies het geheim van bankdruk? Hoe kom je nou eigenlijk aan zoveel kilo's? Zoveel kilo's. Ja, het klinkt heel wat hoor. Maar als ik ga vergelijken met wat er in Europa en met het WK gebeurt. Hè, waar ik eind van het jaar weer mee te maken krijg. Nou ja, daar ben ik gewoon middelmoot. Dus op zich zo valt dat nog echt wel mee. Ja, het geheim is techniek. En je traint toch op een bepaalde techniek. En dat, Het is niet meer zo, het is niet zomaar je gaat even liggen en met bankdruk en je gaat het even doen. Er komt wel techniek bij kijken. En dan is elke millimeter en elke seconde is dan belangrijk hoe je wat doet. Oké. Okay. En heb je nou ook andere sporten gedaan? Ja, ik heb turnen gedaan tot mijn 15e. En kickboksen doe ik nu. Dus Oké. Okay. En je hebt nou ook een dochtertje. Zou je ook graag willen dat zij nou echt een sportvrouw wordt? Of dat ze ook gaat powerliften of bankdrukken? Nou, een sportvrouw zou ik wel leuk vinden. En we zijn begonnen met zwemmen. En, maar maakt niet uit wat voor sport, als ze het maar leuk vindt. Ze gaat wel iedere keer mee nu, dus ze wordt er wel mee opgegroeid. Ze zal vast wel trots zijn op de moeder. Ja, vast wel. Oké. Okay.